In Genderen in het dorpshuis wordt elke eerste en derde woensdag van de maand koersbal gespeeld. Vrijwilligers doen het voorbereidende werk. Stoelen plaatsen voor de deelnemers en het uitrollen van de wedstrijdmat. Zodra alle benodigde attributen op de juiste plaats zijn aangebracht, is het alleen nog wachten op de deelnemers. Deze middag zijn het er 14. Als iedereen is gearriveerd, kan het feest beginnen. Nou, Freek en ik tegen Gerry en Hans. Als eerste wordt de jack, een wit balletje, geworpen. De bedoeling is om de koersballen zo dicht mogelijk bij de jack te rollen. Men speelt steeds met twee teams van twee personen tegen elkaar. Het ene team speelt met vier zwarte ballen en het andere team met vier gele. Koersbal is van oorsprong een Australische sport, waarbij sport, spel en gezelligheid hand in hand gaan. Omstreeks 1980 is het overgewaaid naar Europa. Hoe is het in Genderen terechtgekomen? Dat heeft het bestuur van het dorpshuis gedaan. Die wilde eigenlijk een nieuwe activiteit beginnen en proberen verschillende mensen met elkaar in contact te brengen. Het sociale, dat is gewoon heel belangrijk hiermee. En dat blijkt wel ook tijdens het koffiedrinken. Op deze middagen speelt de gezelligheid inderdaad een grote rol. Men ontmoet andere mensen, kan zijn verhaal kwijt en er wordt heel wat afgelachen. Maar naast alle gezelligheid gaat het natuurlijk ook om gezond bewegen. Dus na de koffiepauze snel weer aan de slag. Het lijkt wel een beetje op Jeu de Boer, maar dit spelen we binnen op een mat. De ballen, daar zit eigenlijk een handicap in. Er zit een zwaartepunt in, dus de ballen rollen nooit recht. Mits je de bal natuurlijk goed gooit. Ja. Het is een behendigheidsspel waarbij kracht niet noodzakelijk is. Dus het kan werkelijk door iedereen, onafhankelijk van leeftijd, gespeeld worden. Per toerbeurt is men ook scheidsrechter, om de afstand tussen de jack en de koersbal te meten en de behaalde punten op te tellen. Op de middag zijn we met 8 tot 14, 15 personen. Dat is erg wisselend, want iedereen heeft ook wel eens iets anders. Er mogen altijd meer mensen bijkomen, want het is gezellig. En omdat ook niet iedereen altijd kan, dan wordt het groepje alleen nog maar meer uitgebreid en gevarieerder. Ook dat is leuk. Het is een heel leuk spel, alleen soms is het heel vervelend. Dan heb je veel punten en de tegenstander, die kiept ze weg. Vindt u zo leuk een koersbal, meneer? De gezelligheid en een mooi spel. Ondanks dat we niet zo jong meer zijn, zijn we allemaal even fanatiek en dat is het leuke ervan. Meestal gaat het beter, maar vanmiddag niet zo erg. Komt door de camera, hè? Ik denk het ook, ja. Vindt u het leukste van dit hele gebeuren? Nou, de gezelligheid ook. Onder elkaar, hè? Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik zou zeggen van, kom zelf kijken en probeer het een keer. Dan kom je erachter of het iets is voor je. Ja! Yeah!